Deze vier woningen gaan gesloopt worden. Dat is om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Er komt op die plek, dus bij het laatste huis en dan dwars aan het spoor, een appartementengebouw van vier lagen. Dus dat worden 4x4 is 16 appartementen. Door het slopen van deze woningen creëren we hier ook ruimte, zodat de toegang naar buurtcentrum de inloop verbeterd wordt. Die zit nu nog achter dit hek. Maar straks is hier dus een grote open ruimte, zodat je er makkelijk naartoe kan lopen. Daar staan nu twee woningen die als eerste gesloopt gaan worden. Dat is ook om plaats te maken voor de grond waar de nieuwbouw komt te staan. En dan hebben we hier een rij en de rijen daarachter renovatiewoningen. En die woningen worden als eerste aangepakt ook in januari. Het begint met de eerste woning. De dag daarna wordt er in de woning gedaan wat de dag ervoor in die andere woning is gedaan. En zo gebeurt er elke dag als een treintje hetzelfde in elke woning. In totaal duurt de renovatie van één woning 4 weken. Dus na 4 weken wordt de eerste woning opgeleverd en kunnen bewoners weer terug erin. De dag daarna wordt de woning erna opgeleverd, de dag daarna de volgende en zo verder. Deze kleuren zijn door de aannemer erop gezet om te kijken of dat ze eruit gaan zien zoals de architect het bedoeld heeft. De kleur rechtsbovenin benadert de kleur het meest in ieder geval. Maar het is nog de vraag of dat het echt gaat worden of dat er nog meer getest moet worden. De rij woningen die hier staan worden gerenoveerd, dus die blijven staan. De woningen daarnaast worden gesloopt halverwege 2018. En daarvoor in de plaats komen er 5 blokjes nieuwbouw in 2 rijen dwars erop. Achteraan loopt het spoor. Deze rij woningen blijven staan, die worden gerenoveerd. De woningen daarnaast, een paar blokken, die gaan gesloopt worden en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Deze rij woningen, daar zit toevallig ook ons wijkbeheerderskantoor in, die worden gesloopt. En er komt daarachter een stuk ook nieuwbouw voor in de plaats. En dit plein wordt vernieuwd en hier komt ook meer ruimte vrij. En de precieze invulling daarvan, daar gaan de bewoners nog over mee praten. De afgelopen weken hebben alle bewoners een kijkje kunnen nemen in totaal gerenoveerde woningen. We hebben woningen gerenoveerd zodat mensen kunnen zien hoe de keukens eruit komen te zien bijvoorbeeld. Wat voor kleuren tegels er in de badkamer kunnen komen, want die mogen ze zelf kiezen. En deze woning is dus al helemaal opgeknapt. Van deze hele rij woningen blijft de helft staan. Dus de linkerhelft vanaf hier wordt gerenoveerd. En vanaf hier die kant op gaat gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komt dan straks zo dwars erop nieuwbouwwoningen. En de rij daarachter wordt ook gesloopt. En daarvoor in de plaats komen 7 levensloopbestendige woningen.